Omgeving onontbeerlijk bij ontwikkeling vrouwelijk leiderschap. De Internationale Vrouwendag blijft een boost geven aan de ontwikkeling van vrouwelijk leiderschap. Ook dit jaar wordt deze speciale dag voor de vrouw gevierd op 8 maart. In het kader hiervan heeft het Nationaal Informatie Instituut in het programma Opinie twee vrouwen naar voren gehaald die op het eerste gezicht geen raakvlakken hebben voor wat betreft hun beroepsuitoefening. Echter blijkt al gauw uit het vraaggesprek dat de ontwikkeling van vrouwelijk leiderschap dwars door alle beroepen heen gaat en het streven van vrouwen laat samensmelten tot één gemeenschappelijk doel: het bereiken van grotere hoogten op de maatschappelijke ladder. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.